Het is zo'n historische tentoonstelling die hier plaatsvindt. De geschiedenis in dit geval van de provincie Gelderland. In 22 topstukken. Ik raad iedere luisteraar nu aan. Kom naar Harderwijk en aanschouw deze prachtige tentoonstelling van het verloren hertogdom Gelre. Ja! Deze geopend! Echt een lintje nog knippen. Het is een vak, hè Bas? Oh ja. Het oranje wc-papier is echt perfect. Ik vind het oranje plast ook heel erg lekker, hoor. Bas. Wat? Vertrouwelijk ridders, opnieuw een opdracht. We zijn nog niet eens geopend en we hebben weer een ander gedoe. Wat moeten we nou weer gaan doen? Vlees, zit er wat in? Even kijken. Was zijn handen ook niet eens met die ridder René. We zijn op zoek naar een nieuw verhaal voor Gelderland. Hoe glorieus ons verleden is, daarover hebben we vaak verteld. Maar wat wordt onze toekomst? Ja, hoe ziet het land eruit voor onze kindskinderen? Met de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart in het achterhoofd gaan wij met open vizier op zoek naar een vergezicht voor ons mooie Gelderland. Gelre! Vertrouwelijke ridders van Gelre, een nieuwe opdracht. Als ik word vertrouwelijk zie, dan weet ik alweer René. Jongen. Als maar niet iets onmogelijks is weer of zo, hé. Ik durf niet te lezen. Lees jij het maar voor. Beste ridders, nou dan vrees ik het ergste. Ik ben trots op jullie. Jullie hebben het onmogelijke gepresteerd. Een tentoonstelling over ons glorieus Gelderse verhaal. Bravo. Maar nu, wat wordt het nieuwe verhaal van Gelderland? Onze toekomst. Wat laten we onze kindskinderen voor een land na? De komende provinciale verkiezingen zijn bepalend voor hoe ons land er over 20, 30 jaar bij ligt. Jullie zijn mijn helden. Jullie hebben visie, staan boven de partijen en zijn van onbesproken gedrag. Daarom, ridders, vraag ik jullie, ga op zoek naar een vergezicht. Naar wat ons bindt. En beste ridders, laat je niet afleiden door verkiezingspraat. Grote Gelderse groet. Jullie hertog. Jullie hertog. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik ja, zoiets. Fijn. Maar is het feest voorbij hier? Weet je, de commissaris is nog binnen. Die staat natuurlijk ook boven de partijen. Ja. Misschien moeten we eerst even met maar hem praten. Maar we hebben het ook over visie en over... Ja, maar dat heeft hij misschien ook wel. Heeft hij misschien ook wel. Ja, meneer Berends, kom even mee. Dat u er, dat u er nog bent. Ja, dat is mooi geworden. Tuurlijk. Dus je wil me nog even onder vier ogen of onder zes ogen spelen? Zes ogen, ja. We zijn naar de wc geweest, dat is niet zo erg. Maar dat vonden we, kregen we een nieuwe opdracht om ons te gaan wijden aan de Provinciale Statenverkiezingen. Ah, 15 maart. Ja, 15 maart, ja, dat weet ik ook. Hoe brengen we de troepen bij elkaar? We moeten een vergezicht scheppen. Hoe doe je dat met zoveel partijen? Zo gepolariseerd tegenwoordig. Die allemaal tegenover elkaar staan. Laat ik zo zeggen, ik ben helemaal niet ontevreden over de Gelderse Staten. En dat geldt ook voor de gedeputeerde Staten. Waarom niet? Men zoekt altijd de samenwerking. En ik heb er ook wel een voorbeeld van trouwens hoor. Toen wij natuurlijk met COVID-19 te maken kregen, bijna 2 jaar niet meer bij elkaar, hè, of digitaal. Maar toen hebben de Staten, los van welke partij dan ook, alle 16 hebben toen gezegd, wij moeten de Gelderlanders gaan helpen. En toen is er ook een fors bedrag ter beschikking gesteld om gewoon te helpen, om te overbruggen. Maar hier zie ik iets, René, waar wij iets aan hebben. Mm-hmm. Want als er zoiets groots gebeurt, dan is je kleine eigen politieke belang misschien iets ondergeschikter dan aan het grote belang. Absoluut. En dan kan het, dan kan samenwerken. Ik heb het ook er is niet altijd een coronacrisis, hè? Nee, gelukkig niet, nee. Maar ja, helaas ook. Maar je ziet vaak als er leed is of spanning op de boog komt, precies wat je zegt, dat dan ook partijen dit doen. En dat is toch een Gelders, een soort Gelders gevoel wat er dan naar boven maar komt. Maar wat zou dan en dat grotere daar kan zijn. Den Haag van leren, vind ik. Dat sowieso. Moet ik even in mijn agenda kijken, maar zeer binnenkort, kan volgende week zijn of die week erop, dan ontvang ik ongeveer 100 statenleden die dus de ambitie hebben om statenlid te worden in Gelderland. Kandidaat-statenleden. Kandidaat-statenleden van alle fracties, dus ook de nieuwe partijen zijn erbij. Dan nemen we dan nodig jullie uit. Ja, dat is goed. En ik krijg jullie even zendtijd van mij. Oh, dat lijkt me is dat een goeie? Dat is een heel goed plan. Deal. Ja, dan lukt het. We zien elkaar. We zien elkaar. En dank je voor jullie inzet. Dank voor jullie inzet. Ja, dat is goed. Ja, gaan we nadenken wat we gaan doen. Ja, even drinken. En misschien een biertje drinken nu, toch?
Dat is een goed idee hoor, van, ja, van de commissaris. Ja, is het wel een helder moment. Ik even naar het huis der provincie. Een beetje geschiedenis te strooien. Ja. Maar ja, dan toch. Hè. Maar even iemand die ons nog iets meer kan vertellen hoe je partijen bij elkaar brengt. Ja, iemand die boven de partijen staat. Dat zou toch goed zijn om nog iets meer ervaring dan Berends. Wie kan dat? Wie is echt nou boven die polarisatie? Wie is nou een nestor van de samenleving? Wie is onbesproken gedrag. Touwtje. Ik krijg opeens een idee. Het touwtje. Touwtje. Touwtje uit de brievenbus. Touwtje uit de brievenbus. Nou, goeiedag. Ja, wat fijn dat we welkom zijn, dat u even tijd voor ons heeft. Ja. Maar natuurlijk. Want we hebben best wel een uitdaging. Ja. We leven in een enorme gepolariseerde tijd. Ja. Politiek is hard op dit moment. We staan voor de statenverkiezingen. En hoe gaan we nou het een beetje uit de loopgraven krijgen? Ja, dat wilden we met u bespreken. Of u tips heeft voor ons. Om toch te proberen om die partijen een beetje bij elkaar te krijgen. Nou. Meer mensen erbij betrekken, denk ik. Dichter bij elkaar zijn. Minder gauw mensen uitsluiten. Laten zorgen dat iedereen zich erbij voelt horen. Die erin mee mag praten. Iets minder individualisme en wat meer gemeenschappelijkheid, denk ik. Meer vertrouwen in elkaar. Ook meer vertrouwen van de overheid in de burger. Regel niet alles in detail. Zeg tegen die burger, zo gaan we het ongeveer doen en vul het in zoals jij dat het beste kunt. En dan gaat de burger de overheid ook weer meer vertrouwen. Daar geloof ik heel sterk in. Ik ben ervan overtuigd dat een maatschappij wordt pas een samenleving als je de dingen ook samen gaat doen. En je gaat de dingen alleen maar samen doen als je elkaar vertrouwt. We hadden een verzorgingsmaatschappij. En door de enorme gerichtheid op de markt kan het beter, is de overheid minder deskundig geworden. De overheid is allerlei collectieve voorzieningen naar de markt gaan brengen. Zeggen de PTT en de spoorwegen en de energievoorziening enzovoort. De markt kan het beter. Hetgeen niet waar is. Van die collectieve voorzieningen kan de overheid veel beter. En ik heb allerlei deskundigheid zien verdwijnen bij overheden. En dat geeft ook al een minder vertrouwen in de overheid. Neem die hele toeslagenaffaire. Ja. Dat is natuurlijk heel erg schadelijk voor een samenleving, zoiets. Als je je overheid niet meer kunt vertrouwen. En ook dat gedetailleerde regelen van alles. Het is bar en boos. Ja, vertrouwen. Dat is zeker een ding. Er ligt veel op ons bord. Klimaatverandering, droogte, noodlijdende natuur, vervuiling van lucht, drinkwater. Waar gaan onze kinderen wonen? Wie gaan er zorgen voor de ouderen? Besturen lukt alleen als er een basis is van vertrouwen. Mijn hemel. Hoe gaan we dat doorbreken? Ja, dat weet ik ook niet hoe je dat moet doen. Toen ik jonger was, deed je dingen met een handdruk. En nu moet het met een contract. Hè? En dat is gebrek aan vertrouwen. En hoe je dat nou moet herstellen, ik weet het niet. Meer mensen bij betrekken, denk ik. Mensen meer het gevoel geven dat ze mee mogen praten. Burgerberaden, daar geloof ik zeer in. Oké. Het blijkt te werken, hè? Zoals in Ierland hebben ze zelfs abortus op die manier in het katholieke Ierland erdoor gekregen. Omdat burgers in een langdurig beraad, die komen tot de conclusie, ja, dat is toch van deze tijd, dat moet toch gebeuren. Wat zouden nog meer issues kunnen zijn in de provincie waar we nu voor staan? Ik heb een boek geschreven, dat heet Het Hebzuchtgas. En het eindigt ermee dat alle ondernemers, als ze een besluitvormende vergadering hebben, dan staat er een lege stoel bij. En daar zitten er nog ongeborenen. En dat is om hen eraan te herinneren, denk eraan, die praten mee. Want wat je nu gaat beslissen is voor hen van heel groot belang. Laat mensen in de toekomst meepraten. En dat, ik denk dat dat kan hoor. Nederland is een mooi en prachtig land. En we kunnen het best anders inrichten. We hebben zoveel verloren laten gaan aan verzorging, aan ouders. Vandaag het tehuis aan, weet ik wat allemaal. Op het ogenblik tekort aan zorg en tekort aan weet ik wat allemaal.
Over nadenken hoe we dat anders inrichten. Ik vind die lege stoel wel een goed idee hoor. Als we met de lijsttrekkers gaan praten, lege stoel. We hebben er op drie bij elkaar, we zetten een lege stoel erbij. Vind ik een goed idee. De volgende generatie kijkt mee. Ja, ja, nou ja, een mooi idee. Denk daaraan, ja, dat die mee, dat jouw besluit nu van enorm belang is voor degene die op die lege stoel komen te zitten. Nee, we zijn veel te vroeg of zijn ze veel te laat, nee, ik weet het niet. Ze misschien wel te laat zijn, dat zal het wel. Misschien willen ze helemaal niet. Je weet het nooit. Toch een beetje koud water vrezen. Volgens mij zie ik er een aankomen. Zien ze er zo uit? Welkom. De eerste. De eerste. U kent de weg al een beetje, of bent u hier echt voor het eerst? Goeiedag, ik ben Ridder Bas. Handspullen. Ridder René. Handspullen, ridders. Even denken. Ja, het is ook een beetje een kwestie voor ons van wie zou, welke partij zou die nou zijn, hè? De lijst, staatsleden ken ik nog niet. Ik denk de BBB, zo met zo'n petje op. Nee? Nee? Volt? Nee, ook niet. Oh, nee. Juist. PvdA. Eerste EIF. Eén punt. Ongelooflijk. Jij mag voortaan kiezen. Ja, ja, ja. Nu mag jij raden. Ja, ik stropdas, helemaal pochetjes zelf, dat moet VVD zijn. Ja, 21. Ja, 21. Ja, het is natuurlijk altijd tegenwoordig even waar we oprecht zitten natuurlijk. Hè. Ja. Waar staat u op de lijst? Nummer 6. Lonneke. Lonneke, ik ben Ridder Bas. Lonneke Kranendonk. Ridder René. En, hallo. Nu gaan we weer raden welke partij. Ah. ChristenUnie. Nee. Partij voor de Dieren. Nee. Oh, dit vind je niet goed. Dit gaat niet goed. Ik sta op plek 8 van de Partij van de Arbeid. Dat goed hoor. Ja? Goed. Ja, ja, goed. Nee, goed. Vol vertrouwen. Volt. Nee. Nou, dan geef ik het op. BBB. Nee. CDA. Nee. Moet ik hints gaan geven? Ja, doe eens een vraag. Er komen 18 partijen, ja, dus we kunnen nog een tijdje doorgaan. Ja, we gaan nu al ik kom uit Arnhem en ik werk ook bij een fractie van die partij hier in Arnhem. En die zit in het college. Oh, dit is echt. Dat is heel makkelijk. Dat zien jullie gelijk, hè? Ja, 50 dat plus. Zien we meteen, hè? Ik zou je dat niet gegeven hebben, al 50. Nee, nee, dat klopt. Nee, dit is maar een nieuw logo. Rechts vooruit. Ja, nee, en welk Gelderland zie ik dan? Gelderland, ja. Weet je, ja, u overvalt me hier wel. Ja, ik heb het paraat. U voelt het toch wel Gelders? Ja, ik voel me zeker Gelders. Ja, waar woont u? Ik woon in Wijchen. Nee. Hij wordt de doelgroep sinds kort. Ja, maar daarvoor ook, maar die meneer voelt zich ook ontzettend aangesproken. Ja, nou, bij 50. Ja. Nee, wat gek is wel, ik dacht 50, oh, dat gaat over. En toen dacht hij, oh nee. Nee. Voor de eerste bij deze verkiezingen, dat het ook over jou gaat. 50 plus, hè, dat is nou is de brug. Mijn partij dit gewoon. Zeker, ja. 50 plus is nou de brug tussen de generaties. D66. Hé. Je hebt een bruine koekje. En jij zit er geen nootjes in? Nee, volgens mij die wel, maar een bruine koekje. Zo. Dat is de oude vlag. Dit is, ja, de, en als het ons ligt, vlag, ook weer de nieuwe. Je start op. Ja, dus ik ja, die, sta deze is veel mooier. Ik sta op de. Deze is veel mooier. En deze is veel mooier. Hoort u dat? Ja. Dit voelt in ieder geval voor mij wel als de echte kick-off van de provinciale statenverkiezingen. We zijn hier vanavond met 120 aspirant statenleden. Ik moet u gelijk teleurstellen, we hebben 55 zetels. Mij maakt het niet zoveel uit en dat ga ik ook niet over hoeveel partijen in dit geval zich aanmelden. Het belangrijkste is dat de inwoners, en daar spreek ik natuurlijk even over, de inwoners van Gelderland zich vertegenwoordigd voelen. Dank u wel. En wij zijn de Ridders van Gelre. Misschien kennen sommigen van jullie ons wel. We maken al, hoe lang René? We zijn al bijna bejaard. 8 jaar. Wat we vanavond doen is jullie een beetje Gelders besef geven. Want wat wij hebben gemerkt is dat het verhaal van... Kijk, de geschiedenis die wij op school hebben gehad is vaak een beetje een Hollands verhaal. Een deel van jullie gaat dit land mede besturen. Dus dan is het wel lekker als je weet waar je het over hebt. Waar je woont en wat het DNA is van Gelre. Dit is dus het oude vaderland. De provincie Gelderland is ontstaan als zelfstandig vorstendom in het hart van Europa. U moet zich bedenken, die rare grote provincie Gelderland, daar komen misschien mensen uit de Bommelerwaard en in ieder geval iemand uit Eibergen. En die horen toch bij die ene grote provincie. Hoe komt het nou bij elkaar? Nou, dat is al 1200 jaar geleden zo ontstaan. En toen hoorde dus ook het huidige Noord- en Midden-Limburg en een stukje van het Duitse grensgebied er nog bij. Ja, voor onze prachtige geschiedenis moet u gewoon naar onze tentoonstelling komen in Stadsmuseum Harderwijk. Terug naar ons gesprek met Jan Terlouw.
Denkt u wel eens over na hoe we zo ver gekomen zijn? Hoe we steeds verder als niet alleen de burgers vanaf van de politiek, maar ook burgers onderling, hoe we zo uit elkaar gedreven zijn? Politiek is ook schuldig, denk ik. De manier waarop politici met elkaar praten. Gebrek aan wellevendheid. Wat je ook in de Tweede Kamer ziet op het ogenblik. Ik denk dat dat heel schadelijk is. Hoe ziet u de ontwikkeling van al die kleine partijen die ontstaan? We zitten nu al met bijna 20 partijen in de Tweede Kamer en waarschijnlijk ook in de Staten zometeen. In Gelderland ook al, denk ik, 16, ja. 17. Ja, we krijgen nog druk hoor de komende weken als we al die lijsttrekkers moeten spreken. Dat is wel even. Maar er zijn toch niet 20 ideologieën? En dat wil zeggen dat heel veel van die partijen niet op grond van een ideologie daar zijn, maar op grond van een belang van een klein groepje. En zo moet politiek niet werken. Politiek moet werken met een ideologie, met een waardeset. Zodat als een gekozen volksvertegenwoordiger iets moet beslissen, wat moet hij zich dan voor vraag stellen? Dan moet hij zich de vraag stellen, wat vind ik rechtvaardig? En hoe beantwoord je die? Door bij je ideologie te raden te gaan. En niet bij een belang. Maar zijn er nog partijen met ideologieën? Zoals... Nee, bijna niet meer. Nee. Dat hebben de partijen ook een beetje zelf gedaan. De PvdA heeft de veren afgeschud, het CDA. Ja. Waar staat dat eigenlijk nog voor? Ja, wat heeft hij nog voor ideologie? En ik denk dat dat heel erg schadelijk is. Je ziet dan ook wat er gebeurt. Hè? Je ziet zo'n Partij van de Arbeid wegzakken. Omdat ze plaats moeten maken voor belangen. In plaats van ideologie. En mensen houden daar niet van. Mensen houden wel van een ideologie. Ja? Ja, ik geloof het wel. Ze houden ervan om te praten over... Over welke waarden gaat het ons nu eigenlijk? Poeh, een ideologie. Dat waren nog eens tijden. Het lijkt wel of iedereen alleen maar opkomt voor het eigen belang. Zo worden we toch een stuurloos schip. Het zal niet meevallen om deze club aan tafel te krijgen. Maar toch zijn er nu bijvoorbeeld groepen zoals de boeren... die niet aan die ideologie denken, maar alleen kijken van... nou, dit gebeurt er nu met mij en ik ga strijden voor mijn eigen belangen. Ja, ik vind het wel begrijpelijk natuurlijk. Het gaat om hun leven en hun levenswijze. En daar zijn ze heel vaak ook verkeerde richtingen uitgestuurd, ook door overheden. Dus dat ze vechten voor wat ze denken dat hun belang is. Ik zeg denken dat hun belang is, want dat is het vaak niet. Hè? De toekomst er anders uit gaat zien. Ook voor hen en ook voor hun kinderen. Dat kun je wel begrijpen, maar daar moet de politiek verstandig mee omgaan door met ze in gesprek te gaan... Ook over de toekomst, over hun kinderen te praten, over de toekomst van het vaderland. En in plaats van over het belang. En daar waar mensen ten onder dreigen te gaan, hulp bieden. Dat wil de overheid ook wel, hè? Dat proberen ze ook. Zeg, ik zal zorgen dat je niet verhongert. En dat je een bestaan kunt opbouwen. Want dat heeft ook met waarde te maken. Dat is een waarde in een samenleving, dat je mensen bestaansmogelijkheden geeft. En levensmogelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden. Dat kan allemaal best als je daar rustig met elkaar overlegt. Met de belangen meewegend ook van de nog ongeborenen. Van de kinderen van de boeren. Hoe moeten die bestaan? Hey, ik ben Martijn. In aanloop naar de provinciale statenverkiezingen trek ik samen met mijn camera de hele provincie door. Om in beeld te brengen wat de kloof is tussen de burger en de overheid. Want weten ze vanachter dat bureau in het provinciehuis wel wat er nou echt speelt in onze provincie? Ik ga het uitzoeken. Ik ben hier vandaag in Zutphen samen met mijn microfoon en ik ga in gesprek met de mensen om te vragen of zij nog vertrouwen hebben in de politiek. Hebt u een beetje vertrouwen in de politiek nog? Niet echt op het moment. Ja, ik heb er niet zo'n goed gevoel bij eigenlijk, maar ja. Waarom hebt u er geen goed gevoel bij? Nou, omdat het nog niet echt lekker loopt in dit land. Ik denk niet dat ze erg veel begrip hebben voor totaalbeelden. Als je die stikstofproblemen ziet en dergelijke. Dus er is niet erg goed over nagedacht, denk ik, met mijn beperkte kennis. Hebt u een beetje vertrouwen nog in de politiek? Nee, voor geen meter. En hoe komt dat? Ik geloof er geen ene reet van. Ik heb ook nooit ergens aan meegedaan. Ja. Het is één bullshit gelul, het hele zootje daar moet opgeruimd worden. Zo denk ik erover. Heb je enig idee wat het inhoudt? Nee, niet. Wat is het verschil tussen provinciaal en gewoon over heel Nederland eigenlijk? Nee. Heb je een beetje vertrouwen in de politiek over het algemeen? Nou, de laatste tijd wel iets minder, maar ja, je kunt er nu niet heel veel aan veranderen. Maar stemmen is daardoor wel belangrijk. Ik ga altijd stemmen. Ik heb nog nooit overgeslagen. Ja. Waarom? Dat is een recht. Dat is een plicht.
ben het niet met alles eens. Ik ben nu samen met de Partij voor Dieren een bezwaarschrift handtekeningenactie begonnen. Omdat alle laatste bomen gekapt moeten worden langs de IJssel. Voor mijn kinderen en de kleinkinderen zie ik het somber in. Mensen mogen, die mogen niks zeggen. Dus het wordt toch doorgedrukt wat ze zelf willen. Nou, u mag wel stemmen voor de provinciale statenverkiezingen bijvoorbeeld. Ja, maar goed, dan stem je en dan komt er nog niks uit. Dus ja, ik heb er weinig vertrouwen in. Als u kijkt naar het kiesstelsel, hè, hoe we nu verkiezingen hebben. We kiezen nu de Provinciale Staten, ja, maar eigenlijk ook de Eerste ook Kamer. Ook de Eerste Kamer, dat vind ik zo verwarrend. Ja. Zou dat nog op een andere manier moeten wat u betreft? Als ik het voor het zeggen had, dan zouden we een kiesstelsel maken waarbij je 4 Kamerleden per district kiest. Waarom meerdere per district? Omdat bijvoorbeeld zo'n SGP zou er anders helemaal uitvallen. Als even, er één even, Kamerlid want, ja, per, we zouden dan Nederland opdelen in districten. Ja. En dan zouden we per district 4 mensen kiezen. Zeg 4 Kamerleden. Bijvoorbeeld de Veluwe is 1 district. Dan komen er 4 mensen van de Veluwe in de Tweede Kamer. De oude kwartieren. Ja. Want dan komt ook zo'n SGP erin in de Bijbelbelt. Ja. En dan komt een denker in de grote stad enzovoort. En dan zou ik de Eerste Kamer afschaffen. Ja, dat vind ik een goed idee. Maar dat gaan wij nu met deze statenverkiezingen niet voor elkaar. En dan heb je Kamerleden die ook aan de provincies gekoppeld zijn. Dat moet ook. Ja. Het is veel te veel randstad nu. Maar dat is waarschijnlijk ook wel een manier om de kloof tussen de burger en Den Haag te verkleinen. Te verkleinen, dat denk ik zonder ook. Zonder dat we met trekkers moeten gaan rijden. Ja. Ja. En dan ook burgerberaden, heel erg belangrijk. En hoe organiseer je dan zo'n burgerberaad? Gaat dat ook per district of zelfs misschien wel per dorp? Of? Je kunt het ook per land doen, maar ook per provincie. Ja, dat kun je op allerlei manieren regelen, per gemeente zelfs. Dat is een soort referendum eigenlijk. Ja, referendum zet burgers bij elkaar, zet er deskundigen bij, die om raad gevraagd kan worden. Bijvoorbeeld en discussiëren met elkaar. Bijvoorbeeld nu ook een thema waar we kunnen de krant niet openslaan of we lezen elke dag wel iets over de wolf. Ja, de wolf. En dan zie je de meningen, de een zegt knal ze allemaal maar af en de ander zegt nee, we moeten dat anders gaan doen. Hoe kunnen we daar een Gelderse consensus in vinden? Nou wacht even, wat vindt u eigenlijk van de wolf in Gelderland? Dat ben ik wel benieuwd. Nou, ik heb daar ook mijn aarzelingen over hoor. Ze komen bij mij ook heel dichtbij intussen. Ja. Zijn al vlakbij gesignaleerd, ik heb schapen. En ik verwacht iedere ochtend dat ik dode schapen in de wei vind. Dat is geen prettige gedachte. Nee, maar dat is een heel particulier belang van uzelf. Ja. Maar even het grotere belang voor de biodiversiteit. Nou, daar zou ik nou graag met een groep deskundigen over praten. Zeggen, waarom is het zo belangrijk dat we een wolf in Nederland hebben? Leg mij dat uit. En als je me overtuigt, dan zal ik een hogere omheining bouwen om mijn schapen. Ingewikkeld, de wolf. Hè? Een schaap is een schaap en een wolf doet wat een wolf doet. En welk leven is nu meer waard? De natuur zelf, ja, die heeft geen stem. Wie spreekt er nou namens de bomen en de dieren? Ja, maar aan de andere kant moeten we toch ook het vee beschermen, toch? Ja, zeker. Zeker, zeker, zeker. Ik hou van de natuur. Ja, maar of het nou nodig is dat in deze natuur nog wolven rondlopen, daar heb ik mijn aarzeling over. Ja, maar nodig is, die natuur ontwikkelt zich weer zo. Ja, dat hebben wij toegestaan, hè? Ja, maar dat we hebben ook afgebroken. Hij is weer toegelaten, de wolf. Die was natuurlijk al lang verdreven. Het is mogelijk gemaakt dat de wolf weer terug is gekomen. Ja, en de wolf is een beschermd dier geworden. Ik zou daar graag met een groep belanghebbenden, boeren met schapen, en natuurminnaars en natuurdeskundigen over praten. Moeten wij dat niet organiseren? Het grote Gelderse wolvenberaad. Ja, dat zou nee, serieus. Ja, met de wolf kunnen we goed mee beginnen. Ik maak er helemaal geen grapje over. Nou ja, maar heeft u dat wel eens gezien hoe gepolariseerd dat debat ook is over de wolf in Gelderland? Nee, maar dat is heel. Ja. Ja, maar wie zitten er dan bij elkaar? Niet? Nee, gewoon op sociale media. Ja, hè? Ja. De ene helft is voor, de andere helft is fel tegen. Ja, dan ga je weer belangengroepen tegenover elkaar zetten. Ja. En dat moet je niet doen. Je moet mensen met zo objectief mogelijk en alle belangen bij elkaar en deskundigheid erbij. Dat vind ik ook wel lekker, deskundigheid. Dat moet bij zo'n burgerberaad. Er zijn mensen heel gevoelig voor deskundigen. Ook als het gaat om de klimaatverandering. Mensen die zeggen het is onzin, er is geen klimaatverandering. Die praten natuurlijk wartaal. En in zo'n beraad met deskundigen die dat rustig uitleggen hoe dat zit en wat er allemaal is waargenomen, dan worden ze wel omgeturnd. Kan je zo, maar in de provincie, er zullen partijen zijn die daar
zeg maar, als je naar het klimaat kijkt, zullen in de provincie er partijen zijn die daar harder in willen gaan. En sommigen die zullen daar op de rem gaan trappen. Hoe krijgen we die dan toch aan tafel met elkaar? En zodat er een. Ja, ik heb een hekel aan compromis op dit vlak, maar dat we toch een goed werkbaar compromis kunnen bereiken. Ja, die zitten aan tafel in provinciale staten. Die komen iedere maand bij elkaar, die partijen. Die hebben commissies. Die zijn bij elkaar. Ik zeg, betrekt nog veel meer burgers erbij, maar ze zijn al bij elkaar. Nee, maar wij gaan ze een handje helpen. Wij gaan op deze manier de komende 4 jaar te werk te gaan. Deze wijsheid hebben we tot ons genomen. Die geven we zo door aan die de lijsttrekkers. Die geven wij hup door. Ja. Dank u wel, meneer Terlouw. Dank u wel. We zijn zeer geïnspireerd. Zeker. Zeer geïnspireerd. Dank u wel. Dus een stoel voor de toekomstige generatie. Dat vind ik echt briljant. Echt een heel goed idee. Dat gaan we doen. Sowieso. Dan moeten we de natuur ook een stem geven. En het is gewoon waar. Er is eigenlijk niemand meer die boven de partijen staat. Die partijen bij elkaar brengt. Die zoekt naar het algemeen belang dat we delen. Daarom hebben wij deze opdracht ook gekregen. Dat moet dat anders doen. Het is een behoorlijke opdracht. Onbesproken gedrag. Het zijn grote schoenen. Keurige, lieve jongens. Dit kunnen wij. Ja? Ja. Ik vind het grote schoenen hoor, waar we hier geplaatst worden. Ja, het zijn hele grote schoenen. Maar we gaan het doen. Met deze goede tips van Jan Terlouw. Ik ben wel geïnspireerd. Ik ook.